Ontdek tal van topmerken, zowel voor hem als haar, bij het vernieuwde Maddy's Mode. Makkelijk bereikbaar en met een ruime parking. De Jazz Mean of All Stars Band is een gelegenheidsgroep die werd opgericht door Wim Schoep en Erik de Troyer. Zij willen de sfeer heroproepen van de jazz-kroegentochten van weleer. Op zondag 28 januari gaven ze het beste van zichzelf in Bistro Vinnie's Easy Food Fair. Jij bent ook de organisator van de jazz-kroegentochten in der tijd, hè? Ja, de initiator, organisator, ja. Ik ben daarmee begonnen in welk jaar was het nu weer? 86. 80, ja, met de jazz-kroegentocht. Maar ik zou er nooit aan begonnen zijn zonder Erik. Erik de Troyer, die dus in die jazzwereld werkelijk thuis was. Jij speelde een heel belangrijke rol in de jazz-kroegentochten hier in Nienhoven. Wat was jouw aandeel? Maar het is te zeggen, ik deed de programmatie. Dus ik boekte de orkesten, ik sprak af met de orkesten, ik maakte de contracten. Ik zorgde voor de geluidsinstallaties, voor de piano's, voor eventueel de hotels. Dus het was altijd een hele rompslomp, zoals Wim er straks ook al vertelde. Die buitenlandse bands, die kwamen niet zomaar naar hier, voor een weekendje of iets. Vanavond brengen jullie een eerbetoon aan die kroegentochten. Ja. Volgende week komt er nog een tweede editie, hè? Dat klopt. Volgende week wegens groot succes. Dus er is eigenlijk toch wel belangstelling voor dit initiatief, voor dit Nienhofs gebeuren. Want er zit toch een Nienhof verhaal achter. Spelen we volgende week zondag hier terug bij Filip uit Vinnie's. Same time, same place. 19 uur. En daar kunt u nog voor reserveren. Er zijn zeker nog wat plaatsjes, maar... Het zal snel gaan, dus ik zal snel bellen op zijn vertrouwd telefoonnummer 054-33-60-19. Cafés namen deel aan de jazz-kroegentocht? Oh, dat is afhankelijk. Dat is verschillend geweest van jaar tot jaar. Het maximum is ooit 15 geweest. Maar dat hebben we moeten afbouwen vanwege te duur. Dus, en ook omdat de ronde te groot weer. En dan zijn we zo naar 10, 12 cafés gegaan. En dat hebben we wel lange tijd volgehouden. Het heeft tenslotte 22 jaar geduurd. Hè. Of betekent de jazz-kroegentocht voor jou? Ja, dat is, ik heb half mijn leven New Orleans jazz, swing jazz met de Piotto's en alles gespeeld. En hier, ik ben goed bevriend met Erik de Troyer, die dus al die bekende orkesten uit Amerika, waar dan ook vandaan haalde, waar ik dan mocht mee meespelen. En ja, voor mij is dat nostalgie, puur nostalgie. Hè. Dit is een gelegenheidsconcert. Hoe en wanneer hebben jullie gerepeteerd? Ik heb mijn bas verkocht 3 jaar geleden. Ik ben hem van de week gaan halen en ik heb hem nu uit de zak gehaald. Dus gerepeteerd? Niks? Niks. Wanneer keer jij terug naar Griekenland? 16 februari. Dus volgende week ben je er weer bij? Yes.
En veel plezier zelfs. Want het doet me echt genoegen dat Wim dat georganiseerd heeft. Hij wist dat ik in het land was en heeft dan de vrienden opgebeld en tjoek. Tof. En het was heel snel uitverkocht en daar hebben we zijn tweede datum ingelast. Hoe komt het dat dat geëindigd is? Wel, ik ga zeggen, in die periode waren er veel kroegen toch. Laat ons zeggen dat er misschien 20, 30 waren in Vlaanderen, Gent, Dendermonde. En ja, op alles komt wat sleet. En ja, door de jaren heen is daar ook wat sleet op gekomen. De mensen haken af. Maar eigenlijk is de Jazzkroegentocht van Inhoven een van de langstdurende, samen met Dendermonde, en met steeds met een groot succes. Maar ja, het bestuur, wat fijne weet ik daar ook niet van, maar het bestuur van Jazz Ninov heeft besloten, denk ik ook een beetje uit financiële overweging, gezegd, ja, we gaan op een goede periode stoppen, dus in schoonheid stoppen. En dan hebben ze besloten, we stoppen ermee, ja. Denk je dat zoiets nog eventueel zou kunnen plaatsvinden? Ik denk gewoon dat dat niet meer haalbaar is. Ten eerste financieel niet en ten tweede organisatorisch niet. Het is goed, het is een heel groot succes geweest. Hè? Ja. 22 jaar aan een stuk. Aan alles komt een eind, spijtig genoeg. Want nu, met die mannen hier bezig te zien. Welk gevoel heb je nu vanavond? Toch een beetje heimwee naar toen. Ja. Ja. Wat dat er ook, en dat wordt altijd vergeten waarschijnlijk, maar dat ik ook heel, heel aangenaam en plezant vond, dat waren de vergaderingen met al de cafébazen. De kroegentocht was prachtig, maar die vergaderingen waren ook magnifiek.